Niet bij alle mensen gaat het leven gemakkelijk. Sommigen komen voor heftige problemen te staan. Nou, ik heb een hele domme fout gemaakt. Door een hennepkwekerij te zetten, door schulden. En zodoende ben ik, ja, op straat gaan leven. Om mensen die op straat leven op te vangen, zijn in 1995 Stichting Huizen den Hert en Stichting Doorgangshuis samengevoegd en was Stichting Maatschappelijke Opvang Helmond een feit. Vandaag de dag helpt SMO met 150 betaalde krachten en 30 vrijwilligers ieder jaar 1100 burgers uit de Peelregio. Huizen den Hert heeft een nachtopvang, waar dagelijks mensen worden opgevangen voor bed, bad en brood. In dit opvangcentrum wonen voormalige dak- en thuislozen, mannen en vrouwen van alle leeftijden. Sommige enkele maanden, sommige enkele jaren. Mensen die alles kwijt zijn en helemaal opnieuw moeten beginnen. Of mensen die uitbehandeld zijn in de psychiatrie en niet in staat zijn om in een wijk te wonen. Jaarlijks maken ongeveer 200 mensen gebruik van deze voorziening. In De Koning worden mensen opgevangen vanwege een acute crisis, mishandeling of huisuitzetting. Jongeren, moeders met kinderen, tienermoeders die nog moeten bevallen, gezinnen die hun huis kwijt zijn. In totaal ruim 200 personen per jaar. Van hieruit wordt gewerkt aan de voorbereiding op een nieuwe start. Dat kan zijn een huurwoning, meestal met begeleiding in het eerste jaar. Ruim 300 mensen worden elke week thuis bezocht. Woonbegeleiding ondersteunt hen bij het zelfstandig wonen. Dit in de meest brede zin van het woord. Bij het dagelijkse leven, relaties, financiën en met name psychische problemen. Ook bewoners van huurwoningen die het moeilijk hebben worden bezocht om huisuitzetting te voorkomen. Voor mensen in de opvang en vaak ook in het begeleid wonen is het heel belangrijk dat ze nuttig werk kunnen doen. Vaak komen ze nog niet in aanmerking voor een reguliere baan. Dagbesteding zorgt voor regelmaat, sociaal contact en geeft eigenwaarde. De mensen kunnen zelf een keuze maken voor het soort werk dat bij hen past. Voor de buitenmensen is er zorgtuinderij De Bundeltjes. De anderen kunnen kiezen uit keramiek, houtbewerking, keuken of assemblage. Allemaal gevestigd in de Job Factory. Vele bedrijven besteden hun werk uit aan Stichting Maatschappelijke Opvang Helmond. Via een webshop, een eigen winkel, worden de eigen gemaakte spullen verkocht. Van de ruim 1100 cliënten die SMO opvangt, gaat 56% na het bereiken van meer zelfredzaamheid weer wonen in de wijk, meestal met steun. 27% blijft stabiel in een beperkte zelfredzaamheid en kan niet in een wijk wonen. 17% wordt begeleid in hun achteruitgang. Het leven op straat heeft te veel gevergd van hun fysieke en mentale gezondheid. SMO kan alleen maar mensen helpen door samen te werken met gemeenten, de woningcorporaties, de zorginstellingen, het onderwijs en het bedrijfsleven. Samen met andere partners heeft Stichting Maatschappelijke Opvang Helmond diverse stichtingen opgericht die de armoede te lijf gaan. Microhulp Helmond voor renteloze leningen. Saldo Plus voor budgetbeheer en bewindvoering. Super sociaal voor levensmiddelen. Niet alle aardbeien gaan naar de veiling, maar met de juiste zorg kunnen het echte zomerkoningen worden.